tijden van commotie. Dat zijn allemaal mensen die het thuis hebben ingenomen of opgenomen en nou ja, dat naar mij hebben gestuurd. En dat hebben we dus allemaal zin voor zin weer in de track gesleept. Leidenaar Arno Dreef is muziekproducent. Hij keek vorige week ineens tegen een lege agenda aan. En toen kwam hij samen met collega-muzikanten op het idee om een lied te maken voor alle mensen die er in deze moeilijke tijden toch wat van proberen te maken. Het belangrijkste voor ons is dat we gewoon met dit stukje muziek de mensen gewoon een beetje blijer kunnen maken. Even gewoon een muzikaal steuntje kunnen geven, dat ze even een glimlach kunnen hebben of het idee hebben van we zijn goed bezig. Dus gewoon lekker delen met elkaar. Juist, eigenlijk wel. Samen staan we sterk, streven we ernaar. En voor de buren en voor familie, ieder een steentje in dit gekke jaar. Het lied en de clip zijn niet gemaakt om er geld mee te verdienen. Ook al hebben muzikanten het best moeilijk in deze tijd. Er ontstaat nu een nieuwe realiteit voor ons, is dat ja, we thuis veel meer doen. Is dat een realiteit die de creativiteit dan toch bevordert op een gekke manier? Ja, absoluut. Zo van, maar ja, dat zie je altijd in bijzondere tijden. En zeker zoals dit. En dat was ook direct hetgene wat me triggerde. Zo van, ja, alles is nu anders. Ja, hoe gek het ook is, wat voor nare tijd het ook eigenlijk is. Ja, aan de andere kant brengt het ook weer heel veel mooie, goede dingen met zich mee.